Glowstone Mining NV exporteert binnenkort granietblokken uit de mijn van NV Grasalco in Patamaca naar China. Het materiaal zal gebruikt worden voor marketingdoeleinden in diverse steden in dat land. Dit meldt Grasalco in het persbericht. Volgens de president-directeur van Grasalco, Sergio Akimboto, is het succes van dit project bepalend voor de ontwikkeling van de granietsector in Suriname. De intentieverklaring, of MOU, voor deze pilot is in september 2018 gesloten. Het snijden van de blokken is donderdag gestart. Glowstone Mining draait volledig op voor de operationele en andere kosten van dit project. Het bedrijf neemt volgens afspraak 500 kubieke meter graniet af. Dat zijn 60 blokken van een bepaalde afmeting met elk een gewicht van tussen de 12.000 en 15.000 kilogram. Deze blokken zullen in diverse steden in China gepromoot en voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Nagegaan zal worden hoe het product zal aanslaan bij de verschillende afnemers op basis van de kwaliteit en de structuur. Afhankelijk van de resultaten van dit traject zal bepaald worden hoe de granietmijn verder te ontwikkelen, zegt Akimboto. Onze kwaliteit van het graniet voldoet aan internationale standaarden en ik ben ervan verzekerd dat wij ook deze test gaan doorstaan. Hij gaf donderdag samen met directieleden van Glowstone Mining in Patamaca het officiële startsein voor het project. Akimboto benadrukt dat deze pilot heel belangrijk is voor toekomstige investeringen in de granietsector. Indien succesvol zal Glowstone Mining met hun technici en investeringen de lead hebben in het verder ontwikkelen van de mijn.